We zitten in de auto. We gaan naar het Dolfinarium. Ja, waar is dat? Weet je dat? Nee. In Harderwijk. Oh ja. Dus dan gaan we met de auto naar het Dolfinarium toe. Ja. Hebben we er zin in? Ja. Oké. En we gaan de hele dag vloggen. Echt waar? Ja, en we gaan ook nog naar de McDonald's. Dat is vanavond pas, toch? Vanavond. En misschien gaan we dat ook wel filmen. En je hebt een hele tas met eten meegenomen. Ja. En mama ook. Ja, die staat achterin. Oké, nou, daar gaan we. Kom. Hallo! We zijn bij Dolfinarium! Ja, we zijn er. We hebben daar 1 uur en 20 minuten over gedaan. Ja. Tessa vond het een beetje lang duren, hè? Ja. Maar ja, goed, we zijn er. Dus nu gaan we die kant op, even een parkeerkaartje kopen. En dan ben ik benieuwd hoe het daar binnen is. Oké, Tess, waar zijn we? We zijn er. Bij Dolfinarium. Ja, kijk, daarboven, dolfijnen. Gaan we naar binnen? Heb je je kaartje? Ja, mama heeft ook show me your ticket, hallo. Kaartje? Oh ja, heel goed. Nou, dan kunnen we naar binnen. Daar ergens. We hebben een plattegrond gekregen met de showtijden. En dan kan je kijken wanneer welke show is. Dus dat gaan we nu even doen. We zijn nu zonder overdrijven. Hoe lang in het Dolfinarium? 1 minuut. En Tess heeft... honger. Dus die heeft haar bakje gepakt. En die zit nu op een bankje. En die is aan het eten. Tess, waar staan we voor in de rij? Voor Aquabella. Aquabella. Alsof we in Euro Disney zijn. Voor de dolfijnenshow. Half uurtje wachten. Ben je klaar voor Tess? Ja! Waar gaan we naar kijken? Naar de dolfijnen. Naar de dolfijnen. Wat heb jij voor toverstaf dan? Oh, licht. En spannend. Oh, ik ga heel erg in de warmte. Wat vond je van de dolfijnenshow? Leuk. Wat vond je het leukste? Ik kan niet kiezen. Nee? Weet je wat ik wel gaaf vond? Dat ging sneeuwen. Nou, het was schuim.
Nou, sorry hoor, het was schuim, maar het leek wel sneeuw. Bent u er klaar voor, mevrouw? Ja. Naar de zotte zeeleeuwen. Tada! We zitten weer in het midden. We hebben wel mazzel vandaag, hè? Ja. Nou. Wel mazzel. Het is weer tijd voor Tessa voor een... Een hapje. Kijk, ze heeft een hele doos bij zich met de Yogi en nu de buurman zijn op. En hier zit dan nog een chipjes. En dat allemaal in de to-go-doos van Albert Heijn. Nou, dat is niet echt een show dit. Wat zijn ze hier aan het doen? En ook zeeleeuwen. Zo, moet je hier kijken, hè? Die is groot. Daar? Ja. Zo, dat is echt een meneer is dat. Wat ben jij aan het doen? Ik weet niet of je op een hek mag klimmen, mevrouw. Joehoe. Ik denk dat die er is om... Ja, nou ja. Zeg maar zo. Leuk, Tess? Ja. Kijk er nu naar auto's zijn aan het zwaaien. Tada! Groot op beest. Volgens mij heeft hij vanaf 100 kilo last ergens. Oh, nou wordt hij boos. Ik krijg een visje. Hij wordt eerst luisteren, anders krijgt hij geen visje. Oké, daar gaat hij al. Ik zal hem een beetje oppassen. Zijn ze gevaarlijk? Weet ik eigenlijk niet, ik denk het niet. Nou, maar kun je gewoon op, Harry? Hoe komen hun erin? Door een deur, denk ik. Oh, ook mijn knuffeltjes. Tess heeft gewinkeld. En ik heb... Deze twee heb ik van mijn eigen geld. Ja, maar dat kunnen we niet zien zo, schat. Dan moet je even omhoog houden. Kijk, deze twee heb ik van mijn eigen geld gekocht. Ja. Dat had je namelijk bij elkaar verdiend met je speelgoed verkopen. En dit even van mijn moeder schat. Ja. Dus nu gaan we even pauze houden met een snoepje en knuffels. Tadaa, test weer. Wat hou ik net zoals altijd, plus puppy. Ja, precies. Dan kun je allemaal smaken kiezen en het er zelf in gieten. Ja, handig. Hoewel er hier natuurlijk fantastische dolfijnen en zeeleeuwenshows zijn, is een speeltuin natuurlijk ook een Mio slaan. Maar bovenop is ze in dat hoge ding. Staat ze op iets te rennen van hem. Tessa? Ja? Wat ben jij voor iets gevaarlijks aan het doen? Een snoepslang in je mond. Oh, snoepslang! Ik denk jij steekt een echte slang nou. Hoppatee. Even kijken hoor, ik ga even mee filmen zo. Oh, daar ben je. Gadver, je hebt zijn kop eraf gebeten. Eeuw, kijk nou. Hier is je kop. Oh, daar is je kop. Je bijt gewoon zijn staart eraf. Ja, leuk. Kijk, drie nog vijf dus. Ja, maar ik dacht dat het aan het eten zijn of zo, Tess. Wat je dat is, hè? Echt waar. Echt groot, kleintje. Kijken. Kom maar. Eten. Wat eten? Wat eten ze dan? Ik kijk ook niet. Kistjes dacht ik. Volgens mij is iets lekkers daar, want ze blijven met een snuitje boven water. Ik denk ook al die mensen die elke keer maar weer komen kijken. Oh, en filmen ze. Oh, lief hè. Oh, ik denk dat ze iets aan het doen zijn.
show of zo. Kijk, waar zullen ze weg? Ja. Komt er voorbij, Tess? Ik weet het niet. In de zeeoliewand. Walrus. Ondersteboven. Komt hier beneden weer. Dus. Het zijn hele oude. Nee, ik vind die heel oud. Waarom denk je dat ze oud zijn? Omdat ze zo dik zijn. Ja, dat hebben we ook gegeten. Weet je wat ze eten? Nee, vis. Ik weet, volgens mij eten we gewoon planten. Daar is ons tussentje. Ja, kijk hier, zo kan je even. Gaat dit? Cool, hè? Het is wel een grappig gezicht die zo ondersteboven. Ja, wat staan. Heel dichtbij. Ga eens gezond staan. Ja, ligt er eigenlijk een denk ik. Ja, dat is de logo's van die we net hebben gezien. Ja. Kijk, en hier kun je boven de dolfijnen zien die je net beneden zag. Een beetje langs. Nou, er zit niet heel veel zo. Ze zijn op hun gemak aan het zwemmen, Tess? Ja. Zie jij een dolfijn? Ja, heel veel zelfs. Waar nou ook? Ja, je ziet ze wel onder water, maar het zie je niet echt met de camera. Ze zwemmen op hun gemak hier rond hier. Zou deze dolfijnen dezelfde dolfijnen zijn als van de show, denk jij? Of zijn het weer andere? Ik denk dat het andere zijn. Andere? Ja. Waarom denk je dat? Oh, kijk, komt er hier. Oh. Nee, ik kan het niet zien. Nou, oké. Okay. Jij wil nog een? Flispuppie. Ja, precies. Here we go. Mag een flispuppie erin? Nee, dat kan niet, maar ik wil wel voor je vast aan. We gaan nu naar de Walrus Show. Ja. Voor mij. Tess wil eigenlijk niet, hè? Toch? Ja. Ja of nee? Wil je wel of niet? Ja, ik wil wel. Wat ga je aan doen? Ik wil een dolfijntje pakken. Wat? Mama. Een dolfijntje. Oh, je gaat met een dolfijntje naar de Walrus Show kijken. Ja, dat kan. Met z'n alle twee? Echt waar? Ja. Ja, wat jij wil. Zes? Ik krijg ze niet uit. Ik help je. Zo, ik mag de show kijken. Ik weet niet hoe ik dan moet kijken. Maar Tessa is een beetje groot gaat worden. Nou, daar zie ik niet zoveel. Nou ja, nog een dolfijn voor haar. Ze eten dus geen... Slaas eet gewoon visjes. Maar natuurlijk ook. Zei het al. Ja, je zei het al. Nou, ze gaan heen en weer. Even een handje geven. Nou, daar gaat hij hoor. Niet? Er gebeurt niet veel. Hij heeft zijn staart omhoog. Oké. Okay. Hij heeft één staart. Oh, gewoon een kusje. Nog meer kusjes. Oh, lekker. Nou, daar komt hij hoor. Yay! Oh. Ga je naar het dolfinarium en wat doet je kind daar? Spelen. Spelen. Niet zomaar spelen, schommelen. Mama, daar is nog een schommelvrouw. Nee, ik hoef niet te schommelen liever, dank je. En ik sta naast een dolfijn. Tada! Hoe vond je het in het dolfinarium? Hartstikke leuk. Ja? Wat vond je het leukst? Kan ik niet kiezen. Dat was wel heel leuk, hè? Ja. Ja. Ik kan echt niet kiezen. Nou, weet je wel, kijk het grappig stond? Nou? Deze? Ja. Vond ik het grappig? Die waren schattig. Want dat waren piraten. Ja. En die? Deze? Ja. Vond ik het... Walrus dus? Normaalst. Normaalst, oké. Okay. En de dolfijnen, die waren het mooist? Mooi. Met de sneeuw. En mooi. En gekleurd water. Ja, zeg maar doeg. Doei. Vergeet niet te abonneren, geef vooral een duimpje omhoog.